In de vorige raadsvergadering werden al vragen gesteld over de vluchtelingenopvang in onze gemeente. Kort geleden stelde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan de provincie vragen over te huisvesten aantallen asielzoekers. Bijna als vanzelfsprekend kwam dit onderwerp dus in de laatste raadsvergadering ook weer aan de orde. Deze keer als actieve informatie vanuit het college. U heeft de vorige raadsvergadering raadbreed een motie aangenomen waarin u ons opriep om actief aan de slag te gaan om vluchtelingenopvang in deze gemeente te regelen en ook te kijken naar onroerend goed wat daar geschikt voor is. Onze ambitie is om 400 plekken aan te bieden. Nee, dat zijn er zeker niet veel. Dat is 1%. Maar dan wel kleinschalig, dichtbij, overzienbaar en niet in hele grote kampementen. Maar we hebben als college gezegd, we hebben een ambitie, en dat is vanavond ook door de raad onderschreven, om toch tenminste in elk dorp eigenlijk toch 10 mensen statushouders thuisvesten. Dat zijn mensen die dus al in vluchtelingenkamp gezeten hebben, een status krijgen en dus in gemeentes een woning moeten krijgen. En dus ook mogen werken en ook onderwijs mogen niet, maar ook recht hebben op uitkering en dergelijke. Nee, ik vind het niet veel. Zeker niet hoe wij het willen gaan doen. Eventueel verspreid, eventueel kleinere opvangcentra. Denk ik niet dat dat te veel zal zijn. Want dat zijn vaak ook gewoon gezinnen. Die proberen wij een aantal op te vangen. Zodat die niet in die grote AZC's of in die tijdelijke kampementen moeten verblijven. Dan van de ene naar de andere plaats versleept worden. Maar dat we zeggen, daar gaan we een aantal mensen voor wat langere tijd hier opvangen. Men voldoet sowieso aan de eisen om die statushouders te plaatsen. We liggen niet op achterstand, we zijn keurig dit jaar met die 72. We gaan daar bovenop nog eens 400 doen. Wat wij ook heel belangrijk vinden is dat wij niet de bestaande huurmarkt gaan verstoren. Er zijn ook dus nog voldoende mogelijkheden om starterswoningen te waarborgen, om huurwoningen te waarborgen voor onze eigen inwoners en toch dragen wij een stuk bij in de opvang van deze mensen. Dus ja, ik vind het op het moment erg goed lopen. Ja, ik denk dat wij bewezen hebben, ook met eerdere vluchtelingen en statushouders, maar ook met arbeidsmigranten, dat onze gemeenschappen in staat zijn om mensen daarin op te vangen. Mensen in projecten als buddyprojecten, wegwijs te maken, hoe werkt het in onze gemeente, hoe werkt het in Nederland. En dus heel erg van mens tot mens opvang van vluchteling te realiseren in plaats van grootschalig anoniem. En wij zullen alles op alles zetten om het langs die weg te realiseren. Het is alweer even geleden, maar op 12 september nam de gemeenteraad deel aan de Landelijke Dag van de Democratie. Het gemeentehuis was gedeeltelijk geopend en er was een klaagmuur en een wensboom waar inwoners grieven en wensen kwijt konden. Er werd ook een kort filmpje gemaakt.
In deze raadsvergadering werd de geslaagde dag van de democratie kort besproken en werd de zogeheten factsheet uitgereikt, een verzameling van alle belangrijke feiten en informatie. De organiserende werkgroep was blij en tevreden en ziet mogelijkheden voor een tweejaarlijkse herhaling. Als het aan ons ligt, komt er een tweejaarlijkse dag waarbij niet alleen de gemeenteraad, maar ook, ook de hele gemeente zich openstelt. Een van de gehoorde vragen was, mogen we ook rondkijken? Mensen vinden het gewoon interessant om te kijken wat er gebeurt in dit gebouw. Mensen hebben het toch vaak over de gemeente, maar ja, eigenlijk kom je er alleen binnen als je een paspoort of rijbewijs nodig hebt. En wij denken dat het goed is als de gemeente die heel goed werk doet en allerlei heel goed scoort, dat ook laat zien aan de inwoners. Ik denk dat ze daar ook recht op hebben. In de vorige raadsvergadering werd al afscheid genomen van D66-fractievoorzitter heer Kemperman en in deze raadsvergadering werd zijn opvolger geïnstalleerd. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mijn naam is Jim Wijs, ik ben 19 jaar, ik kom uit Lottum en ik studeer Amerikanistiek in Nijmegen en ik ben vanaf vandaag raadslid. Jim is nu het jongste raadslid wat we hier hebben. Ik was op één na oudste raadslid tot nu toe. Ik ben lid van geworden van D66. Ik werd geïnspireerd door een geschiedenisleraar bij ons op school. Ik was daarvoor altijd wel geïnteresseerd in politiek, maar had er nooit iets mee gedaan. En met de verkiezingen in 2014 ben ik min of meer erin gerold. En dan wordt verzocht te antwoorden met de woorden, dat verklaren beloof ik. Dat verklaren beloof ik. Proficiat, daarmee ben ik geïnspireerd. De reden is eigenlijk dat ik de combinatie van dit werk plus het werk voor Museum de Locht, ik ben directeur in dat museum, die combinatie die begint langzamerhand zo zwaar te worden dat ik voor mezelf tot de conclusie kom dat die niet langer gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de jeugd vertegenwoordigd wordt in een raad, want zij maken ook deel uit van de gemeente. Wat ga je anders doen dan meneer Kemperman? Ik wil sowieso meer zijn voor de jeugd. Ik ben inmiddels 70 en dan ontdek je dat je geen 50 meer bent. Henk die zet zich volop in voor meer openheid. Hier binnen de gemeente ook voor duidelijkere taal. En dat zijn ook dingen die ik ook wil benadrukken. Het is goed bevallen. Ik vond het wel wat spannend in het begin. Jim is de jongste, dus daar maak ik graag plaats voor en ik wens hem heel veel succes. Dinsdag 20 oktober was de dag van de jaarlijkse jongerengemeenteraad. Van 9 tot 6 waren zo'n 40 leerlingen van het Dendron College in het gemeentehuis bezig met politiek en projecten rondom het thema cyberpesten. Hier een deel van het videoverslag dat de persgroep van de jongeren over die dag maakte. Cyberpest is bijvoorbeeld via social media of via WhatsApp iemand anders zodanig benaderen dat hij zich daarbij gekwetst voelt. Het komt meer voor op scholen dan we zouden denken wellicht, omdat het heel vaak in het informele circuit gebeurt. En ik denk dat het veel meer gebeurt dan dat we de voorbeelden kennen. Want we horen ook van heel veel jongeren of ook volwassenen op het werk dat ze het moeilijk vinden om erover te praten, om erover naar buiten te komen. Nee, dat merk ik niet. En ik hoop ook, en ik ga er eigenlijk ook vanuit dat niet gebeurt, dat mensen hier gewoon aan het werk zijn. Maar het kan natuurlijk wel, hè. Je moet ook niet naïef zijn. De politie krijgt voornamelijk meldingen van cyberpesten over naaktfoto's. En dat is vaak niet van de mensen zelf, maar van de school, omdat het dan door de school heen verzonden wordt. Facebook en Instagram en dat soort accounts, ja, daar heb je natuurlijk als school minder zicht op. Dat probleem zal groter zijn, denk ik, dan naar buiten toe bekend. Nou, als wij strafrechtelijk iets kunnen doen, dan gaan we kijken om dat strafrechtelijk op te pakken. Maar als dat niet gaat, dan gaan we kijken of een gesprek of we verwijzen door naar de hulpverlening. Krijgt uw zoontje al veel mee van cyberpesten? Ja, want je ziet dat kinderen tegenwoordig op de lagere school al, en hij is nu naar de middelbare school gegaan, maar op de lagere school al heel veel bezig zijn met computers, iPads en dergelijke.
En dus wij vertellen hem ook wel als ouders van, ja, wat komt er allemaal op het internet en pas op als dit of dat gebeurt. Dus wij proberen daar hem wel op voor te bereiden. Meldingen worden altijd serieus genomen. Alleen sommige mensen, het moeilijke erbij is dat de politie soms echt niks kan doen. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat er vandaag, dus niet alleen als burgemeester, maar ook als vader, wat er vandaag uit de jongerenraad komt. Van de 7 ingediende projecten werd door de jongere gemeenteraad middels stemmen er 1 geselecteerd. Groep 5 won en kreeg daarvoor een cheque van €1250. En wat hadden jullie voor oplossing bedacht? Leren blokkeren. En is dat moeilijk om te leren blokkeren? Nee, want je kunt gewoon. Je moet mensen aanleren om te durven blokkeren. En zo, dat willen wij gaan bereiken. Mensen leren hoe ze dat moeten doen, lesgeven? Nee, niet echt hoe je het moet blokkeren, maar de stap te zetten om iemand te blokkeren. Hoe doe je dat? Nou, gewoon via een knopje. Is het echt zo eenvoudig? Nou ja, het kan moeilijk zijn als je gepest wordt om die mensen te blokkeren. Maar ja, je moet de stap toch durven zetten om iemand te blokkeren. Sommige mensen zijn bang als ze iemand blokkeren tot het erger wordt. In de raadsvergadering kunnen raadsleden middels het spreekrecht onderwerpen bespreekbaar maken die niet op de agenda van die vergadering staan. In deze vergadering gebeurde dat ook en kwam raadslid Bouten met een oproep voor aandacht bij een internationaal handelsverdrag. In deze tijd onderhandelt de Europese Unie over een aantal transatlantische handelsverdragen. Het Transatlantic Trade and Investment Partnership, of wel TTIP, met de Verenigde Staten en de Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, met Canada. Daarnaast wordt ook gesproken over de Investor-State Dispute Settlement, ISDS, wat het mogelijk maakt dat multinationals overheden aan kunnen spreken op democratisch genomen besluiten en ze aan kunnen vechten en ongedaan maken. Het gaat over een aantal verdragen die worden afgesloten tussen de Europese Unie en onder andere de Verenigde Staten en Canada. En die hebben heel direct betrekking op allereerst onze omgeving. Ik studeer zelf Amerikanistiek en dat heeft ook heel veel te maken met de relatie tussen Europa en Amerika. Dus als wij bijvoorbeeld vinden, ik noem maar wat, dat wij geen kolencentrale moeten bouwen in Nederland. Of dat die gesloten moet worden en een Amerikaanse energiegigant vindt dat dat hem geld kost, dan kan die een claim neerleggen en dan kunnen wij worden gedwongen om die kolencentrale alsnog open te houden. Ook wij delen de zorg over TTIP. Onze gemeente heeft een aantal sectoren die daar toch wel flink nadeel van zouden kunnen ondervinden. Ik snap wel dat het invloed heeft, maar er zijn heel veel dingen in de wereld die invloed hebben op wat hier gebeurt. Vanuit mijn studie heb ik begin dit jaar een gesprek gehad met de Amerikaanse ambassadeur over dit en ik heb er ook wel veel twijfels bij. Besluitvorming vindt allereerst Europees plaats en daarna nog een keer op regeringsniveau landelijk. En dat is juist wel het moment, want nu ligt er nog geen verdrag. Dus nu kun je nog via de VG, inderdaad via die politieke lijnen, via het college, kun je nog invloed uitoefenen. Zijn dit soort onderwerpen niet een maatje te groot voor de gemeente? Misschien wel, maar ik denk dat het wel goed is dat we het aankaarten. En misschien als we met heel veel gemeentes hier in Nederland ons gezamenlijk achter één houding zetten, dat dat dan uiteindelijk leidt tot dat Den Haag er iets mee kan. En misschien dat dat dan uiteindelijk ook nog baat in de hele EU. En dat we dan misschien op die manier als iets kleinere gemeente Horst en de Maas ook bij kunnen dragen aan zo'n internationaal handelsverdrag. Want ik denk niet dat dat te gunstig zal zijn voor Nederlandse ondernemers. Wat wij belangrijk vinden is dat daar waar risico's liggen, je nu nog invloed hebt, je nu nog kunt proberen bij te sturen. Achteraf kunnen we allemaal gaan klagen over dat het ons opgelegd wordt enzovoort.
Daar hebben we dan ook geen recht van spreken toe, vind ik. Op 3 november zal de Raad weer vergaderen. De begroting voor 2016 staat dan op de agenda, plus de bijstelling van de begroting voor 2015. Een week later, op dinsdag 10 november, is er een bijeenkomst van de commissie Samenleving met als hoofdonderwerpen de ontwikkelingen bij de veiligheidsregio Limburg-Noord en bij het Gashoes. Op woensdag de 11e is er behalve de opening van het vastelavondseizoen ook de vergadering van de commissie Ruimte en hier is een van de onderwerpen het toeristisch platform in Horst aan de Maas. En 2 weken daarna, op dinsdag 24 november, is er weer een reguliere raadsvergadering. De nieuwe uitzending van Raad en Daad zal dan op zondag 29 november zijn. Nou, welkom heer Wijs als nu jongste raadslid in deze gemeenteraad. Dat haalt de gemiddelde leeftijd ook weer wat naar beneden. Dus daarvoor dank. Weet wel wat op je afkomt. Voor de rest sluit ik me bij die anderen aan. Zo, de SP is lekker op dreef vandaag volgens mij. Ja, ik hoorde hier Cox toch wat dingen zeggen die ik dan niet helemaal goed begrijp. Dan hoop ik dat jullie daar heel goed over nadenken.